Een hele goede avond. Het is vandaag donderdag. En het is morgen, dus 1 november. Vrijdag 1 november. En dan ben ik jarig. Alleen, ik heb afgesproken met Nessie dat we dus vanavond mijn verjaardag al samen gaan vieren. Ik vier het eigenlijk helemaal niet. Ik ga gewoon lekker uit eten met Nessie. Maar we hebben het wel een soort van samen vieren vandaag. En morgen krijg ik dus bezoek. En is Nessie eigenlijk ook helemaal niet aanwezig. Dus hebben we even besloten om het vandaag te vieren. Ik ben vandaag ook echt heel laat begonnen met vloggen. Omdat ik gewoon echt niks heb gedaan. Dus ik was ook niet echt in een vlogmood. Maar ik heb me net een beetje klaargemaakt. Ik heb echt een heel lekker geurtje op van Chloe. Ik vind die altijd echt zo lekker. Ik heb mijn haren gedaan. Vandaag zit mijn haar wel goed. Ik heb een beetje andere producten geprobeerd. En het zit wel goed. Dus daar ben ik echt blij mee. Want ik heb heel pluizig haar. En vandaag is het gewoon perfect hoe het moet zitten. Ik heb nog geen sieraden om. Dat moet ik nog wel doen. Ik heb me opgemaakt. Beetje een bronzy look. Lipgloss. Ik heb heel goed geblend vandaag. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Ik heb een jurkje aan van Boohoo. Met één mouw. Die kan je ook goed zien in mijn shoplog van Boohoo. Maar het is echt een heel mooi jurkje. Hij is wel echt vrij kort. Ik dacht dat het iets langer was, maar hij is vrij kort. Ik leg even hier neer, want dan kunnen jullie de jurk iets beter zien. Hij is vrij kort, maar ik vind ze mooi. Gaan we gewoon dragen. Het leek me ook leuk voor de vlog om even mijn cadeautjes met jullie samen te unboxen. En ze heeft een cadeautje van me gehaald. Vind ik echt heel erg lief. Hij had het gisteren al van me gehaald. Ze ging nu me elke keer bellen van... Ja, Meer, wat wil je hebben? Wat wil je hebben? En toen zei ik van... Nee, ze moet eigenlijk gewoon echt gewoon zelf halen. Mannen vinden het toch wel zeg maar moeilijk om een cadeautje te scoren voor hun vrouw. Terwijl wij eigenlijk echt fucking makkelijk zijn. Je kan echt van alles voor ons halen. Maar ja, goed. Die ga ik zo met jullie unboxen. En daarna gaan we eigenlijk rustig door naar het restaurant. We gaan vandaag trouwens, ik heb me niet verteld. We gaan bij Impero Romano eten. Het is onze tweede keer daar. We zijn er eerder geweest met Nessie's verjaardag. En het eten was best wel lekker. Maar wij vonden vooral de sfeer daar echt leuk. Het is echt heel erg knus. Vooral die in Den Haag. Dus niet Amsterdam. Het is gewoon een heel klein knus restaurantje. Gewoon heel gezellig Italiaans restaurantje. Het is wel iets wat je gelijk aan kan doen, denk ik. Echt? Moet ik gewoon deze uitpakken? Ja. Dat ziet er echt heel cute uit. Zo'n roze. Ik ben echt zo benieuwd. Oh. Oh, ik kan deze wel aan. Laat hem zien dan, leg hem neer. Oh. Zo cute dit. Kan ik weet niet of je het heel goed ziet. Jongens, ik heb een ketting gekregen van Diamond Point. Echt fucking mooi. Met de letter N. Oh, hij is echt zo cute. Jullie zien het niet in het echt, maar de letter is echt zo klein. Kijk mijn nagel ernaast. En ik vind het echt fucking mooi. Wit, dat is een grote N. En hij heeft ook nog voor goud gekozen. Je bent echt zo cute, Nessie. Leuk, hè? Dank je. Ik ben hier zo blij mee. Nessie gaat de ketting even bij me omdoen. Oh, zoveel haar ervoor. Oh, maar echt. Ja, dat is weg. Doe alle, nog een beetje naar beneden. Kijk, naar beneden. Hij kan nog strakker, hè? Neem ik strakker. Ik weet niet hoe die staat. Kijk dan. Kijken. Ja, ik wil hem wel iets omhoog, want nu is hij... Strakker? Ja, hij zit echt laag nu. Okay. Even hier staan, want dan kun je niet veel beter zien. Maar, oh, ik vind hem echt zo mooi. Ik vind hem echt zo cute. Hij is zo, zeg maar, simpel en subtiel. En ik kan hem gewoon dagelijks aan. Dankjewel. Leuk, hè? En Wimpy. Echt lief. Echt lief. Ik hoop dat je hem lekker vindt. Ja, deze vind je dit... mooi. Echt? Ja. Oh, wat goed. Jongens, ik ging elke keer op Schiphol. En ook als we gingen vliegen, was ik echt zo erg twijfelachtig of ik deze wel of niet moest halen. Want het is toch wel zo'n klassieke die eigenlijk iedereen moet hebben. Maar aan de andere kant vond ik hem ook een beetje soms raar ruiken. Holla, ik zweer. Dus ik kom daar bij die vrouw aan. Ja? En ik zeg, laat mij gewoon een paar dingen ruiken. En ik rook deze. Ja? En ik herkende jou soort van wel erin. Het is een beetje zwaar, hè? Ja, toch? Ja. En toen liet ze me ook een andere, beetje wat fruitige ding. En ik zei van, nee, dit gaat ze echt niet lekker vinden. Dus ik had voor die zware gekozen. Goed zo. Goeie, hè? Eigenlijk is Chanel parfum. Ik wou deze echt al heel lang hebben. En ik was toevallig net ging naar onze kamer om te kijken tussen jouw parfums of je hem nog niet had. Want ik was bang dat je hem al had. Nee. Alsjeblieft, schat. Gelukkige verjaardag, hè? En wie vindt hij? Ik heb hem net opgeraden. Hij is zo lekker. Ik ben hier echt zo blij mee. Ik wou deze echt zo lang. Happy birthday, hè? Leuk hoor, meer. Oh, wij zijn ready. Onderweg naar de auto, we gaan richting Den Haag. Hoeveel honger heb jij, zeg maar? Best wel veel. Echt honger. Ik denk ook dat je alle brood vooraf gaat opeten. Alles. Dat eet je zeg maar alleen maar als je echt
honger hebt, hè? Die mensen gaan niet begrijpen wat ze gaan zien. Ik heb het trouwens ook echt zo koud, zo met blote benen. Ik kan echt niet snappen dat mensen zo lopen. Oh my god. Kijk, dit is onze buurtkat. En zij komt altijd naar Nessie toe. Hey poepje, hoe is het dan? Hallo! Hoe is het dan? Hi, hoe gaat het met jou? Heb je lekker gechilled op straat? Dat is lief, hè? Ja. Je bent een beetje Lira's zusje, hè? Hallo. Hallo. Oh, ze is zo mooi. Dat is echt mooi, hè? Kom. Pas op, auto. Kom, kom. Kom. Wij zijn in Den Haag aangekomen. Ook hier gewoon weer parkeer. Is parkeer gewoon heel moeilijk. Ik wil Amsterdam, joh. Wat zei je nou net over het huis in Den Haag? Zou je hier willen wonen? Nee, want daar een huis, zeg maar, heel ouderwets. Ja, zo'n herenhuis. Maar zou jij in Den Haag kunnen wonen? Die trust spreekt me niet echt aan. Nee, hè? Mij ook niet echt. Ik moet even die parking instellen, want ik zeg maximaal tot vandaag 21:37. Dus ik mag hier maar 2 uur staan, Max. Dan moet ik hem opnieuw instellen. Dat is toch geen probleem? Gezellig hoor, hè? Het zijn onze voorgerechten. Ik heb een trio van vis. En Nessie heeft kalfsvlees met tonijnsaus. Ja. Echt benieuwd. Lekker hoor. Ik heb lekker spaghetti. Vegetarische pasta is eigenlijk. Met mozzarella. En Nessie heeft lasagne. Lekker hoor. En ik krijg nu lekker kaas. Je mag mee eten. Nu heb ik een beetje spijt, jongens. Nu heeft Miriam een mooie blok. Kijk dan. Jongens, wij zitten weer in de auto. We hebben echt lekker gegeten. En we zouden daar eigenlijk het toetje ook eten, maar... Toen kwam ik met een geniaal idee. Nessie kwam met een geniaal idee. Wij gaan naar de Jumbo, we gaan een taart kopen. Wij gaan gewoon een taart halen voor mij. Dan gaan we gaan een taart kopen voor de verjaardag. We gaan gewoon lekker taart eten samen. En dan gaan we ook kaarsjes uitblazen. En daar had ik wel zin in. En wie bent die? Ja, gewoon even lekker een beetje gek doen. Beetje gekkies. Gekkies. We houden wel van gekkies. We zijn bij de Jumbo beland. Een Surinaamse kataart. Wat is dit nou? Geen idee. Zit er echt cake in? Of? Feest crème taart. Nou, dit is de keuze die we hebben. En ik zeg dat we voor deze moeten gaan. De laatste luxe puntenfly. Dan heb je echt alles. 10 stuks. En dan kunnen we allemaal een klein hapje nemen. En dan kunnen we langs iedereen gaan een taart uitdelen. Deze? Welke vind je het lekkerste wat hier tussen zit? Want ik zeg jullie, ik denk deze. Deze, ik ook. Ja, die rijstenfly is dat toch? Maar ik ga allemaal proeven. Dus ik de rijst. Allemaal een punt. Ja, lekker. Kan die doen? Ja, ga even. Dus toen we terugkwamen, stond deze kat gewoon nog steeds voor onze deur. Echt heel zielig. En toen gaven we haar brokjes en ze zit echt zoveel te eten. Ik ben echt bang dat ze, zeg maar, haar baasje kwijt is of zo. Maar ze, weet je het gekke? Ze eet echt veel. Ja. Echt hongerig. Ik vind het zo zielig en ze is een beetje gestrest, lijkt het wel. Ze kijkt heel veel om zich heen. Oh mijn god, ze heeft bijna opgegeten, joh. Man, ze eet echt veel, man. Hi mama.